Hier zijn we terug en bij ons zit Matthias Hercu, of moet ik zeggen Staf Steegmans? Zeg toch nog maar Matthias Hercu. Ik kan die twee nog scheiden. Hoe is Staf Steegmans ontstaan? Goh, dat is eigenlijk een verhaal dat al teruggaat naar, ik denk, 14 jaar terug, zoiets. Ik heb ooit een groepje gehad en dat heette Wat ik je brom. Dus je ziet, het kan nog erger, hè, dan Staf Steegmans. En dat was samen met Mark Thijsmans, Jan Bijvoet, ook een acteur is dat. En mijn vrouw zong daar ook in. En op een bepaald moment zijn we gestopt ermee. Dat was gewoon twee klassieke gitaren en vier stemmetjes. We zijn ermee gestopt. En we zijn zo'n beetje onze eigen dingen gaan doen. En ik ben dan begonnen met Staf Steegmans en La Strada del Amore. Dat was toen de band. En dat was eigenlijk gewoon een excuus, zou je kunnen zeggen, om schaamteloos de vedette te mogen uithangen zonder dat ik me daarvoor moest schamen. Dus met een pruik op en verkleed. Is er iemand uit het echte entertainment milieu waarmee je hem kunt vergelijken? Ik denk dat dat een beetje een samenraapsel is van verschillende vedetten en toch eerder foute vedetten. Het is een beetje samenvallen van verschillende mensen die ik ontmoet heb en van verschillende mensen die ik tot op de dag van vandaag bezig zie op de televisie. Dat ik denk, ja jongens, enige relativering zou hier wel op zijn plaats zijn. Dat is een beetje, ja, het is niet echt, het is een parodie, maar het is wel mijn liefde, vind ik, gemaakt. Het is niet neerkijken op, in tegendeel. Voor mij is Staf Steegmans echt een personage waar ik wel van hou. Maar het is een beetje, ja, het doet uiterlijk een beetje denken aan Claude François, zo van die Franse vedetten van vroeger. Maar het is, ja, het is echt een samenraapsel van de vedetten, zeg maar. Met Staf Steegmans speelt ook Maaike Kafmeijer en Lieven de Brouwer. Ja. Hoe bent u bij hen terechtgekomen? Ja, eigenlijk omdat ik die alle twee goed ken, omdat dat eigenlijk alle twee vrienden zijn van mij. Dus het is altijd zoiets, als je zelf iets op poten zet. In ons vak is het een beetje zo dat je een beetje moet chance hebben met de mensen die willen meewerken om zoiets op te starten. Want je kunt niet, ik kon niet zomaar zeggen van kijk, ik heb een budget van zoveel en ik ga die en die een acteur vragen en ik kan die ook betalen, want dat was niet het geval. We zijn gewoon met een bende ongeregeld daaraan begonnen. En ja, omdat ik dan Maaike persoonlijk ken, omdat ik Lieven ook persoonlijk ken, was dat makkelijker om aan in te vragen, zie je dat zitten, om op die basis mee te doen. Namelijk, we zullen het eerst maken en dan zien of het eventueel verkocht wordt en of dat je dan eventueel betaald kan worden of niet. Dus, en Maaike en Lieven hebben onmiddellijk ja gezegd en voilà, vandaar. Ben je van plan om nog te toeren als Staf Steegmans? Ja, het is het derde seizoen dat we nu deze show doen. En nu hadden we zoiets van, zeker met die overwinning in Sterreacteur, begonnen ze van de culturele centra toch een beetje te vragen van, ja, doe je niet iets onder je eigen naam? Want kom, laat ons eerlijk zijn, als Staf Steegmans op een affiche staat, daar komt geen kat naar kijken, want niemand weet wie dat is. Dus hadden we het idee van, ik ga iets maken, een nieuw programma maken. We doen dat nu toch al 3 jaar, die Staf Steegmans. We kunnen niet 4 jaar aan elkaar dezelfde show doen. Dus we stoppen even met Staf Steegmans. Ik maak een nieuwe show, Matthias Hercu en de Grote Meneren heet dat. Dat is eigenlijk met dezelfde band, maar dan dezelfde muzikanten. En dat is dan onder mijn eigen naam. En dan gaan we dan over van Sinatra, over Elvis, Johnny Cash, Roy Orbison, tot Michael Jackson en David Bowie en zo. Covers spelen. Maar we zijn nu al bezig met het nadenken over, ja, laat ons misschien dan toch maar binnen 2 seizoenen terug die Staf Steegmans doen, want dat is toch wel heel plezant om te doen. Ja, precies 1 maand geleden speelde je een concert voor de VZW Autisme. Ja. Is dat extra speciaal voor jou? Ja, voor mij is dat wel speciaal, want ik wou eigenlijk, de VZW heet Autistem en dat is een VZW die mijn ouders opgericht hebben, en ik denk ondertussen 18 of 19 jaar geleden, ik weet zoiets. Ik heb, een van mijn broers heeft autisme, die is 1 jaar ouder dan ik. En op een bepaald moment kwamen mijn ouders samen met andere mensen die in hetzelfde schuitje zaten, zeg maar, tot de constatatie van voor zo'n kind is er wel plaats, of kan je wel plaats vinden in het onderwijs, maar eens dat onderwijs stopte, 18 jaar en ouder, ja, waar ga je dan naartoe? Wetende ook van, ja, wij worden er niet jonger op, hè, zeggen mijn ouders dan. Zijn ze begonnen met zo'n VZW en uiteindelijk is daar een huis gebouwd waar, in Varsenaar, waar
9 volwassenen met autisme wonen. Dat is begeleid wonen en die werken heel nauw samen met het Anker. En het Anker was het goede doel waarvoor ik gezongen had. Mijn steracteur, omdat die ook een deal hadden met Autistem, dat ze een deel daarvan aan Autistem gingen geven. En nu, wat Autistem nu doet, is samen met een VZW uit het Kortrijk, eigenlijk met twee VZW's, De Stroom en De Phoenix, uit het Kortrijkse, willen ze een nieuw... in Zuidwest-Vlaanderen is er eigenlijk nog niet zoiets, zoals dat huis Schinderen in Varsenaren, dus willen ze hier ook zoiets opstarten. En eigenlijk hebben wij een benefiet gedaan daarvoor. Dus Autistem, De Phoenix en De Stroom samen. Omdat ik vind, ja, bedoel, als je dan een klein beetje kunt uw naambekendheid gebruiken om zoiets te steunen, vind ik dat wel het minste dat je kunt doen. Natuurlijk. Mm-hmm. Plus ja, de betrokkenheid, hè. Ik ken die mensen. Hè. Dus... Hoe belangrijk is het levenslied voor Staf Steegmans? Voor Staf Steegmans zeer belangrijk. Het levenslied, het betere levenslied, dat is gewoon zijn leven, hè, van die man. Ja, hij heeft ook onwaarschijnlijk veel wereldhits geschreven die vertaald zijn door anderen in het Engels. Zoals Bevrijd mijn hart en Alsjeblieft begrijp me niet verkeerd en zo. Dus ja, het levenslied is, het is toch een manier om een verhaal te vertellen en om de mensen te raken. Want het gaat toch heel vaak om, enerzijds bij Staf Steegmans, denk ik, ontroering en anderzijds humor. Ondanks zichzelf, want Staf Steegmans zelf heeft dat niet door. Schrijf je die nummers ook zelf? Ja, dat is natuurlijk zo. Dat bij Staf Steegmans hebben we heel veel... Het is een mengeling. Het is een mengeling van eigen nummers. Er zijn er een aantal die ik zelf geschreven heb, zowel tekst en muziek. Maar er zijn er ook wel een heel pak die we nemen een grote hit, een Engelstalige hit of zo. En we doen alsof dat een Staf Steegmans nummer is. Dus we houden de melodie, we spelen de melodie zoals die gemaakt is, maar ik zet er een andere tekst op. En al die teksten die maak ik dan wel. Hij was nogal verlegen, hij kon er zelf niet tegen. Om zichzelf niet te verliezen, ging hij in analyse. Maar na zijn eerste sessie, kreeg hij een depressie. Zijn analiste was een schoonmadame en Ronnie stond in vuur en vlam. Maar hij kon het haar niet zeggen, want hij vond de woorden niet. Ronnie was verlegen, dus hij vertelde het haar niet. Arme, arme Ronnie. Hij wilde wel, maar Connie wist het niet. Hij bleef in analyse gaan, in het begin had hij er niet veel aan. Maar zo kon hij haar blijven zien, iedere maandag 10:15. En na verloop van tijd kreeg Ronnie assertiviteit. Hij besloot het haar te zeggen, zijn gevoelens voor haar bloot te leggen. Maar toen zij het hoorde, schoot zij in een lach. Ze dacht dat het een grapje was en ze zei, tot volgende maandag. Arme, hoe kwam je op het nummer Ik Wil Jou? Hoe kom je daarop? Ja, ik vond het gewoon geestig om zo'n liedje te maken. Omdat er worden zoveel liefdesliedjes gemaakt en die Ik Wil Jou... De vervolg van de zin is dan Nooit Niet Meer Zien. Dat is gewoon een joke, hè. Is er al een cd uitgebracht van Staf Steegmans liedje? Nee, er is geen cd eigenlijk. Het is ook natuurlijk weer, het is weer hetzelfde probleem. We zijn echt een veel volk. Dus als we zoiets willen maken, dan moeten we de financiële middelen hebben om dat te gaan doen. En voor mij blijft die Staf Steegmans op dit moment toch nog altijd een beetje uit de hand gelopen. Dus om daar nu zoveel geld in te pompen om cd. Plus, ik vind ook persoonlijk, ja, je zit dan heel rap in een soort... Nu kunnen we nog verrassen. Als we nu in een zaal komen en we beginnen te spelen, zijn er altijd mensen die niet weten waar ze naar komen kijken. En die zitten te zien van, wat is dat voor iets? Die ook niet weten, menen die dat nu of menen die dat nu niet? En ik vind dat eigenlijk wel super tof. En ik denk, eens dat er een cd is, eens dat dat echt algemeen, stel dat Staf Steegmans algemeen gekend zou zijn, dan zijn we dat een beetje kwijt. Hebben die liedjes dan misschien meer impact op een podium? Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel.
denk dat dat sowieso, zeker met dat soort dingen, is een heel theatrale show eigenlijk. Hè. We zijn allemaal verkleed, we hebben allemaal pruiken en felle kostuums. Ik denk toch dat dat echt wel bij gratie van het live aspect nu net kan bestaan. Allee, het kan ook, ik denk dat dat ook wel kan als je het een cd maakt. Maar het is natuurlijk al een groot verschil. Als je het gewoon hoort, ja, dan hoort je eigenlijk Matthias Sercuze in, maar dan in het Nederlands. Terwijl dat die Staf Steemans, als je hem ziet, hoop ik toch niet te veel op mij lijkt. Maandags bij de brug. Ze schreeuwt er naar de sterren. Ronnie, Ronnie, kom terug. Arme, arme Connie. Nu wil ze wel, maar Ronnie is er niet. Arme, arme Connie. Nu wil ze wel, maar Ronnie is er niet. Arme, arme Connie. Nu wil ze wel, maar Ronnie is er niet.